Volgens mij is dat echt niet aan de orde, zeker niet op dit moment. Volgens mij is dat proces nu bij de PvdA gewoon gebaat bij rust. En op enig moment zal de partijvoorzitter, denk ik, een en ander melden de komende periode vast wel. Maar ik heb gezegd dat ik niet meedoe aan lijsttrekkersverkiezingen zoals die door een aantal mensen is gewenst. Daar heb ik ook zo even aan toe te voegen. Betekent het, want u zegt het is nu niet aan de orde, zegt u nu definitief nee? Ik heb aangegeven dat ik niet meedoe aan lijsttrekkersverkiezingen. Dus volgens mij is daar veel meer gezegd, toch? Maar als u zouden vragen en er is geen andere kandidaat, dan wilt u het wel doen? Hey, ik heb gezegd dat ik niet meedoe aan lijsttrekkersverkiezingen. En de Partij van de Arbeid organiseert lijsttrekkersverkiezingen om tot een lijsttrekker te komen.